Christus in steen en in hout. Maar dat wij zelf, wij samen als mensen hier, die gemeente zijn, zijn lichaam zijn op aarde. En dat het dus niet gaat om het uiterlijk, maar dat het gaat om het innerlijk. Ik wil jullie lezen, de vorige keer heb Psalm 1 en 2 met elkaar gesproken. En na 1 en 2 komt 3. We gaan kijken naar Psalm 3. Maar daar heb ik nog een tweede lezing bij. Maar om te beginnen Psalm 3. We proberen daarin mee te lezen. Hè? Meer laat ik het uit. Daar wordt een Bijbel bij gelezen. De Bijbelse tekst Psalm 3. Ja. Ik lees jullie uit de herziene Statenvertaling Psalm 3. Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Heren, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. U echter, Heren, bent een schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de Heere en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van mijn volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God. Want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. De tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. Ik heb nog een tweede lezing voor jullie. David heeft die psalm 3 geschreven. Met een aanleiding, dat staat er ook boven, toen zijn zoon Absalom in opstand kwam en hem vervolgde. En dat is een geschiedenis in meerdere hoofdstukken. Maar ik wil er een klein deel van lezen. Ik vertel jullie eerst de hele geschiedenis. David heeft meerdere vrouwen. En hij heeft bij één vrouw een dochter die heet Tamar. Hij heeft bij een andere vrouw een zoon die heet Amnon. En een broer van Tamar, dus van die eerste vrouw, die heet Absalom. Absalom en Tamar zijn dus vol broer en zuster. Amnon is een halfbroer. Wat gebeurt er? Amnon die krijgt een begeerte voor Tamar. En die verzint een list om Tamar bij zich in de slaapkamer te krijgen. Hij doet net alsof hij ziek is. En als zijn vader David bij zijn ziekbed komt, zegt hij: vader, laat toch alsjeblieft Tamar komen om mij brood te voeren. Van Tamar wil ik dat graag aannemen. Tamar komt, voert hem brood en soep. En dan stuurt Amnon al die dienstknechten weg die erbij staan, tot hij alleen is met zijn halfzuster. En dan verkracht hij zijn halfzuster. Amnon verkracht Tamar. Wat moet David nou doen? Het is duidelijk wat David moet doen. Hij moet Amnon bestraffen. Hij moet recht spreken. Hij is immers de koning. Maar David doet niets. Dat wil zeggen, hij laat Amnon dan wegvluchten. En die is een jaar dan weg. En uiteindelijk na een jaar, door tussenkomst van allerlei andere mensen, vergeeft hij Amnon. Tamar is geschonden, maar Amnon wordt vergeven. David vindt toch die zoon Amnon zo belangrijk dat hij hem laat terugkeren. Amnon komt terug. Absalom, de broer van Tamar, die zint op wraak. En hij wacht rustig af. Amnon is weer aan het hof. En alles lijkt in orde te zijn. En alles is weer hersteld, behalve Tamar. Die is geschonden. En die heeft verdriet daarover. Wat gebeurt er? Absalom nodigt zijn broers uit. Die komen niet, die hebben er allemaal van gehoord. Er is maar één broer die komt.
En dat is Amnon. Absalom komt in het huis van Amnon komt in het huis van Absalom. En Absalom voert hem dronken. En hij had aan zijn knechten de opdracht gegeven: als Amnon nou helemaal in elkaar zakt van dronkenschap, dan moet je hem doden. En dat gebeurt ook. Amnon wordt gedood door Absalom. Absalom moet weer vluchten. Maar komt weer terug na enige tijd. David heeft weer niet ingegrepen. En dan krijg je dit verhaal uit 2 Samuel 15. Wat gaat Absalom daarna doen? Het gebeurde daarna dat Absalom zich van een wagen en paarden voorzag met 50 man die voor hem uitsnelden. Ook stond Absalom 's morgens vroeg op en ging aan de kant van de weg naar de poort staan. Het gebeurde dan dat Absalom elke man die een geschil had, zo'n conflict, een juridisch conflict, om mee naar de koning te gaan voor recht, bij zich riep en zei: uit welke stad komt u? Als die dan zei: uw dienaar komt uit een van de stammen van Israël, dan zei Absalom tegen hem: zie, uw zaken zijn goed en rechtmatig, maar bij de koning, bij David, vindt u niemand die u gehoor geeft. En verder zei Absalom: als men mij maar tot rechter in het land aanstelde, dan zou ieder die een geschil of rechtszaak heeft bij mij kunnen komen en zou ik hem recht kunnen verschaffen. Ook gebeurde het dat als iemand naderde om voor hem te buigen, hij zijn hand uitstak, hem vastgreep en hem kuste. Op die manier deed Absalom met heel Israël dat naar de koning ging voor recht. Zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. Absalom stuurde verkenners naar alle stammen van Israël om te zeggen: als u het geluid van de bazuin hoort, moet u zeggen: Absalom is koning in Hebron, niet langer meer David. Toen kwam er een boodschapper bij David en zei: het hart van iedereen in Israël staat achter Absalom. Toen zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren: maak u gereed en laten wij vluchten, want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. Ga snel, anders zal hij ons spoedig inhalen, onheil over ons brengen en deze stad met de scherpte van het zwaard slaan. Tot zover dan onze lezing uit 2 Samuel 15. Zalig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. We hebben lied 210 ook gezongen de vorige keer. Vooral vanwege het derde couplet. Hè. Zalig is hij die bij die stromen staat als een boom door u geplant. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het ging toen over Psalm 1 en 2. En Psalm 1 beschrijft de mens die luistert naar Gods woord. En dan ook geplant is aan waterbeken. Een boom is die zijn vrucht geeft op tijd. Dat is de mens zoals God die bedoeld heeft. En die staat meteen aan het begin van het psalmboek. In contrast met de goddelozen die niet luisteren naar Gods woord. Die een andere weg kiezen. Een weg van geweld en van onheil. En we hebben toen ook gezien dat in de tweede psalm daar nog iets bij komt. En eigenlijk horen die psalmen bij elkaar. Het is een soort inleiding op dat grote gebedenboek, dat grote zangboek van Israël. Dat tweede is ja, de eerbied voor de koning. Dat wil zeggen de eerbied voor de Messiaanse koning. Voor die koning die nog komen zou. Als je leefde in de tijd van de psalmen, dan moest je zeggen, die moet nog komen. En wij staan op een andere plaats in die geschiedenis en we kijken terug en we zeggen, ja, Psalm 2 is ook waarheid geworden. Die zoon is ook gekomen. Dan zou je denken, na zo'n prachtige inleiding, de ideale mens die volgt Gods Torah, Gods onderwijzing, en de ideale mens die richt zich op de Messias, de goddelijke zoon
die komen zou. Nou, prachtig, dan kan het alleen maar goed gaan. Wat een geweldig begin is dan. En dan kregen we psalm 3. En we waren in majeur, we waren in een geweldige stemming. Toen we psalm 1 en psalm 2 gezongen hadden. En in psalm 3 zakken we allemaal in elkaar. Op psalm 3 gaat ons nu iets vertellen over de realiteit van dit alles. Over de echte geschiedenis. Want daar is die David. En hij is gezalfd over Sion, de heilige berg van God. En God heeft ook tegen David gezegd: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Dit is de gezalfde koning van Israël, David. En dat is geen geringe koning. Het is een koning die met gerechtigheid heeft geheerst tot het moment kwam dat David het een beetje hoog in zijn hoofd krijgt. Hoog in zijn bol, geloof ik, is de Nederlandse uitdrukking. David gaat denken dat hij met die harem van hem en met dat rijkje waar hij overheerst eigenlijk net zo'n grote koning is als de koningen van Babel en Assyrië en al die andere landen rondom Israël. David gaat zich ineens gedragen als een Oosterse potentaat, als een dictator. Nou ja, dictator. Hij laat eigenlijk het besturen aan anderen over. En hij heeft allerlei leuke dingen om te doen. Hij mag psalmen schrijven. Hij kijkt een beetje uit het raam. En hij laat anderen het beheer over zijn familie en over zijn rijk. Allemaal ambtenaren en dienstknechten die het werk voor hem doen. David is niet meer op de plaats waar de Heere hem wil hebben. Want de Heere wil dat die koning zijn vertegenwoordiger is. Dat hij God vertegenwoordigt op aarde. Dat hij de Torah, waar Psalm 1 over spreekt, uit het hoofd leert, overschrijft en precies en nauwkeurig uitvoert. Maar David doet dat niet. Hij heeft al een geweldige fout gemaakt met Bathseba destijds. David staat ver van alles af. En als er dan dat grote onrecht plaatsvindt in zijn eigen gezin, Amnon, zijn zoon, die Tamar, zijn dochter, verkracht, dan handelt David niet volgens de Torah, niet volgens de wet van God, maar hij handelt zoals een Oosterse dictator, een Oosterse koning zou reageren. Laat mijn gezin toch vooral niet uit elkaar vallen. Laten we daar geen schandaal van maken. Laten we dit in de doofpot stoppen. En Amnon krijgt een jaar ballingschap en komt weer terug. En David heeft helemaal niet in de gaten hoe zwaar het is voor Absalom dat hij dat heeft meegemaakt en dat er geen recht gesproken wordt. Dat Tamar eigenlijk opzij wordt geschoven alsof het de laagste slavin in het land is, in plaats van die koninklijke dochter van David. David heeft niet in de gaten hoe diep bij Absalom dat verzet, die rebellie in zijn hart omhoog komt. Absalom is ook een perfecte huichelaar en laat daar niets van merken. Maar hoe kan dat nou? Psalm 2 vertelt over dat slagen van die Messiaanse koning. Alles komt goed, de Heere geeft zijn zoon en alles komt goed. En Psalm 3 zegt: het gaat helemaal niet goed, want de Torah wordt niet gehouden. En mensen komen in opstand tegen de Messias. En in dit geval David, die hier de Messiaanse vorst vertegenwoordigt. Hij is immers de overgrootvader van Jezus. Die faalt. Hij faalt als koning. Maar misschien is dat precies de bedoeling van dat psalmboek. We moeten de Torah houden, maar niet iedereen doet dat. We moeten de Messias volgen, maar tot op de dagen van de Heer Jezus is die Messias een zwak mens, met zonde in zijn hart, met arrogantie in zijn hart. De psalm van David, die gezalfde koning, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom, toen er opstand kwam tussen hem en zijn zoon. Absalom is een populist, zouden we nu zeggen. Een volksmenner. Is iemand die grote beloften geeft aan iedereen. Als je mij nou tot koning maakt,
Dan zorg ik ervoor dat jij en jij en jij allemaal krijgen wat je wil. Een soort Sinterklaas koning. Die alles goed maakt voor iedereen. En zodra die koning is, verbreekt hij natuurlijk al die beloften. En komt er helemaal niets van terecht. Zo ging het dus mis in Israël. Al bij David. Zo gaat het mis bij Salomo met zijn vele vrouwen. Zo gaat het mis bij Rehabiam en Jerobiam, de zonen van Salomo. Die allebei koning willen zijn en dan scheurt het rijk in twee delen. 10 stammen in het noorden onder Rehabiam en 2 stammen in het zuiden onder Jerobiam. Het ene grote rijk, dat prachtige rijk, valt in tweeën uiteen. En zo gaat het van kwaad tot erger, tot uiteindelijk Israël in de ballingschap belandt. Eerst dat noordelijke rijk, die 10 stammen die naar Assyrië gaan en daar verdwijnen. Tot op de huidige dag weet niemand waar die stammen gebleven zijn. En die 2 stammen die naar Babylon gaan en daar gelukkig bij elkaar mogen blijven en uiteindelijk mogen terugkeren naar het land. Om daar te wachten op die ware zoon van David. Op die zoon die waarachtig de vijanden, de heidenen zou verslaan. Die zoon in wie God al die beloften die hij ooit gegeven heeft, wil waar laten worden. Zo is het gegaan met dat volk. Ondanks die prachtige inleiding, Psalm 1 en 2, gaat het dus al meteen mis bij David al. En toen ik dat zo zat te overwegen, en toen zag ik toch ook wel een parallel met een gevoel dat wij kunnen hebben en waarschijnlijk hebben. Want hier in deze ruimte wordt op de zondag het verhaal van het evangelie verkondigd. En daar hoort bij dat we zeggen, de Heer Jezus is koning. Hij is onze koning. Hij is koning van de wereld. We spreken hier in deze ruimte de woorden na van Matthäus, waar Jezus over zichzelf zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. In deze ruimte klinken die woorden. En tegelijkertijd kijken we naar buiten, zien we auto's langskomen. Mensen zich vermaken. Mensen bezig zijn met allerlei andere dingen. Toen ik Irma ophaalde vanmorgen, stonden ze in de rij voor de bakker. En toen we hier naartoe reden, zagen we talloze mensen boodschappen doen. Wie heeft dan die boodschap gehoord? Wie heeft dat evangelie dan gehoord? Nou, jullie, wij. Maar de rest van de wereld niet. Zou je mogen zeggen dat dit een psalm is over Jezus. Toen hij moest wegvluchten uit deze wereld, gekruisigd werd door deze wereld, door Joden werd verraden, door Romeinen werd vermoord. Omdat wij dus precies leven in die tijd van psalm 3. Oh, we weten wel, David is die koning. Zo kan iemand in Jeruzalem gezegd hebben. Absalom regeert daar, paradeert door de straten heen. Heeft al die dienaren die zijn lof verkondigen en zijn wetten uitvoeren. Maar er zullen er zijn geweest in Jeruzalem een paar mensen, misschien maar 6 mensen, die in een kamertje bij elkaar komen en tegen elkaar zeggen, ja, maar psalm 2, die psalm die wij zingen, die gaat toch over David? David is toch onze koning? De Messias die God heeft aangesteld is toch onze koning? Ja, Absalom regeert. Absalom heeft David verdreven. En in de geschiedenis zou je kunnen zeggen, ja, dat heeft David aan zichzelf te danken. Maar in onze geschiedenis moet je zeggen, Absalom regeert, want hij heeft onze David, de zoon van David, heeft hij uit deze wereld weggezonden. Hij heeft hij naar het kruis gebracht. En Absalom is vanaf dat moment de heerser over deze wereld. Niet alleen maar in politieke zin dat hij macht uitoefent, zo wil ik het helemaal niet zo zeggen. Hij heeft macht over de harten van mensen. Het hart van de mens, ja, dat zit bijzonder in elkaar. Kennis hebben van goed en kwaad en toch het kwade doen,
omdat het je beter uitkomt. Zo is ons hart. Samen met anderen doen wat de hele groep wil, ook al is het schadelijk voor anderen, ook al sluiten we anderen uit, laten we anderen verhongeren, omdat wij onszelf belangrijker vinden dan anderen, zo is ons hart. Mensen afkeuren en verre van je houden vanwege hun huidskleur of hun herkomst of hun taal. Dat gebeurt in deze wereld. Want Absalom regeert en zo is ons hart. Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders? Het zou een gebed van de Heer Jezus kunnen zijn. Tot zijn vader. Vader, hoe talrijk. Hoe gevarieerd. Hoe slim zijn al die tegenstanders van het evangelie. Tegenstanders van Gods koninkrijk. En wij zitten net als die paar mensen in Jeruzalem. Hier op deze plaats. En wij zeggen, Absalom mag denken dat hij regeert. Absalom mag denken dat hij voor eeuwig het hart van mensen kan controleren en beïnvloeden en ze verre kan houden van God en zijn genade en liefde. Absalom zou kunnen denken dat hij gewonnen heeft, want de kerk is geslonken tot een kleine minderheid en het evangelie wordt nauwelijks nog gehoord. Absalom kan denken dat de wereld nu definitief van hem is in Jeruzalem, de plaats waar hij voor eeuwig met zijn zonen en kleinzoons regeren mag. Heren, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders, velen staan tegen mij op. De Heer Jezus is koning, maar talrijk zijn zijn tegenstanders en velen zijn tegen hem opgestaan. De Heer Jezus zou kunnen klagen en zeggen, velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Velen zeggen van onze Heer Jezus, dat er bij hem geen heil te vinden is. Slachtoffer van omstandigheden, dood en begraven al 2000 jaar. Hij heeft geen heil bij God. Er is van hem niks te verwachten. Dat is wat ze zeiden over David. En dat is wat mensen zeggen over onze Heer Jezus. Maar gelukkig zit er in Psalm 3 een wending, want Absalom heeft niet gewonnen. David komt terug en claimt opnieuw zijn koningschap. En Absalom zal niet winnen in onze wereld in deze tijd. U echter, Heere, bent een schild voor mij, staat er in Psalm 3. U heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de Heere en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Ik denk dat dat verwijst naar de tijd dat de Heer Jezus terugkomt. Dat dat gebed daar verhoord wordt. Dat de Heer Jezus als mens op aarde zal uitroepen tot God in de hemel. En dat de Vader in de hemel hem verhoren zal. En dat koninkrijk zal herstellen. David, dat wil zeggen de zoon van David, zal koning zijn. Zal koning worden. Het heil is immers van de Heere en niet van Absalom. Het heil is immers ons aangezegd in het evangelie, is ons geschonken door de Heilige Geest. En het is niet van de machten en krachten van deze wereld. Het heil, dat wil zeggen die volle ontplooiing van wie we zijn, die volle gelukzaligheid, dat we mogen wonen in de nabijheid van God, dat we zijn presentie, zijn nabijheid mogen ervaren. Dat heil, dat is niet van iemand anders dan van de Heere. En hij schenkt het ons. Het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. Die zegen zal komen. Absalom zal verslagen worden. Deze wereld zal uiteindelijk, als Paulus dat zegt, zal zijn knie moeten buigen voor die Heer die ze nu verworpen heeft. Alle knie zal zich buigen voor koning Jezus als hij straks komt om zijn koninkrijk weer te vestigen. En wij mogen intussen, wetende dat Psalm 3 onze dagelijkse realiteit is. Psalm 3 is de wereld waarin we leven. Psalm 3 is de tijd dat onze koning niet meer zichtbaar is, in ballingschap is. Maar wij mogen Psalm 1 en Psalm 2 zingen en vieren en geloven. God zal
zijn Messias terugbrengen in deze wereld. En wij mogen intussen luisteren naar de stem van God die tot ons komt uit zijn Torah, uit zijn onderwijzing, uit zijn Bijbel, elke dag weer. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.